leven laten leven. Dit is wat we nodig hebben, mensen. Alles. Kijk, Niels. Hier, rekening al met die auto voor mij. Ik zag... Ik reageerde erop. Oh. Ja, je had maar 4 meter. Spes, wat deed je, man? Die ging naar links op een rechts stuk. Oh. A new strategy is available on the MFD. Ben je nog heel blij of niet? Oh. Ja, lief. Oh, oh, oh. Ging iemand een, daar ging iemand een server groot in, ja. Volgens mij. Wat deed die Red Bull, nee, joh? Die auto is wel zwaar. Dat durfde ik helemaal niet. Hij is zwaar. Je kan die hele hoek uitzetten, toch? Het kut is. Ik ben zwaar beschadigd door botsing met Sido. Ik moet naar binnen. Ja, maakt niet uit. Ik kon hem sowieso al niet halen, maar jij ging gelukkig gezellig mee. Ik dacht al aan Koos, want je ging echt... Ik kreeg ook een kut. Sommige bocht dat je echt ja, dacht. Ja, ik ook wel. Ja, nee, maar mijn vleugels zijn maar negatief is. Dat was wat ik zag in die eerste bol, want ik zag al op Badsport vliegen. Yep, dat was die van mij. Niks gevoeld, Koos. Nee, ja, jij let nergens op. Dat is wel duidelijk. Oh. Vrouw zegt dat ook, toch? Oh. Geitje, Zero, geitje. Of was het nou een geitje? Nee, hoe heet het? Ja, ze remmen ineens allemaal keihard. Ja, iets vroeger dan ik had verwacht. Ja. Ik backte al voor echt gewoon een paar meter voor de bocht. Ik had een super goede start, dus ik dacht, nou weet je... Ik had ook een hele goede start, man. Ik had echt een hele goede start. Ik had voor me er ook eens een keer een goede start. En ik had een voorzichtige start en daarmee win ik het plek. Plendy. Ik hoop voor Plendy. Van die reactie snel uit, Koos. Ja, ik denk, zou het ermee te maken hebben? Waarschijnlijk niet, man. Ah, wie weet. Oh, ik vind het bij, hè. Nou, je moet daar uitkijken, hoor, dat die bocht dan omhoog doet. Plan D. Shaw, Plan D. Ik vind die Italiaanse bordradio vind ik zo mooi, jongen. Hallo, oké, onder de data. Zo de close zien van Dan, wat is het joh? Je rijdt gewoon keihard bij me weg. Ja, en je rest opsparen, hè, dan heb je wat over. En ik moet wel, aangezien jij plak achter de rug. DRS is now enabled. Zo, Flowy op de mediums gestart. Hij durft. Ik zat laatst, hè. Moet je iets doen. Ja, nu niet meer in ieder geval, dus... Je moet elke keer opvangen waar ik hem in halen. Was dat geen track limit? Nee. Nee. Vandaag niet. Maar ze zegt van niet. Nee, dat is niet bepaald sneller. Tenminste, volgens mij niet. Maar sommige bochten sneller als je te wijd neemt, maar dan moet je gewoon even gas los. Waardoor je... Die DRS detectie ligt natuurlijk al voor. Ja, dat is gewoon niet. Wel. Nou ja, we kunnen samen nog rijden eigenlijk.
wel vlugge handjes van die bocht. Geduld. Jij doet ook sneaky hoor, Raccoondo. Ja, maar dat was omdat ik anders tegen aan zou rijden. Ja. Maar je doet elke ronde. Ja, die andere was ongelukkig. Ja. Ah. Nou, als het mag, dan mag het, hè. Ja, als het mag, dan mag. Oh. Heeft dan ook weer... Ja, ik had hem echt net. Een beetje getiefd. Ik schiet ook weer niet op dit. Echt deze moet inhalen. Oeh, dan moest ik echt heel voorzichtig zijn. Is er wat top eens? Ook. Dan gebruik ik wel ERS ook niet, hè? Volgens mij heb ik ook meer vleugel dan jullie. Ja, ik run ook vrij veel vleugel, want zij rijden ook bij mij weg standaard. Het is ook DRS, zeg maar. Hoeveel vleugel run je dan? Ik run 19 volgens mij. 18. Ja, ik ook. Teammate ahead is 4.6 seconds. Ik heb volgens mij voor de energie gekeken ofzo. Ik heb altijd van zijn website af. YouTube. Ja. Nee, niet van YouTube. Heerlijk. Ik zal mijn setup altijd bij Koos GK ophalen. Kijk waar die rijdt. Garandeerd succes. Komt allemaal door Marcel Kiefer. Ik vind van wel. Hoe heet hij? Ja, Marcel Kiefer. Wat een klootzak. Die godsel. Lullebek. Ja, maar daarom, die had je nooit moeten vertrouwen. Caution. Is hij je kampioen geworden afgelopen jaar? Nee. Weet niet. Nee, ook niet. Jarno, hè. Herenmeester altijd. Ja, Jarno is wel echt een baas, hoor. Raccoondo, wat is er aan de hand, man? Ik kom echt zo snel dichtbij je. Ja, dat was even een spinnetje. In de brug boven. Ah, die kennen we. Dit de positie met mijn spinnetje. Nee, het is nog niet een nieuwe Koenderman. Was het maar zo geweest. Ja, als het goed is krijg ik hem deze week de nieuwe, dus ben wel benieuwd. Donderdag. Nice. Ben ik best benieuwd. Nee, dat is meestal is dat een... Meestal is dat een beta versie, zeg maar. Ik heb letterlijk een kleertje gedaan. Oh, fuck, dat zijn de... Oh, nee, wat? Wat een geluk had ik daar. Aan de kant! Dag ja, kom. Thanks. Het is gewoon mijn paniek hoor, vooral omdat het bij deze bocht is. Ja, ik dacht echt dat ik mijn auto dan in de prak had gereden. Ik ging best wel hard tegen de muren, maar bij deze game als je heel zacht doet, dan is het erger gewoon. Ja, dat is wel bizar af en toe hè. Soms raak je een amper aan en dan ben je kapot.
Nee, ik reed echt wel vrij hard schuin tegenaan. En daarna schaafde ik nog 50 meter gewoon langs de boring, maar niks aan de hand. Nou ja, behalve mijn vleugel die helemaal weg is. Oké, okay, lazy boomer, begin ik ook alweer redelijk buiten haken. Het was 30 seconden. Ja, ik spinde een ronde hiervoor. Geen schade allemaal? Nee. No damage. Echt, bij mij er gebeurde bijna niks. En gewoon vleugel damage, maar echt. Niels, jij zag het, ik kon niks meer, hè? Ja, daar zit je wel vast. Ik dan en die vliegt er overheen. Oké, kijk, 12.1 seconds. Oh, Matthijs, 3 seconden. Net geen DRS of wel, joh? Net wel. Oh, net wel. Oh, dat valt me nog mee. Ja, ik maakte een foutje in de laatste bocht. Ja, zeker. Oh, dan zit ik weer naar de map te kijken. Ik heb het eigenlijk een lap op de lazy boomer. Oh, dit is wel een pijnlijke dit. Ik maakte die laatste bocht echt faal, joh. Ik zat in de mini op te kijken. Crash, wat is dat? Maar je hebt geen schade, want het gat is nog maar 9 seconden in één keer. Nee, geen schade. Oké. Okay. Gewoon een foutje. Ah, ja, maar het was nee. Net bij dat foutje was het 15 seconden en het is nu ja. In één keer 9. Ik deed nu weer in die laatste. Oké. My bad. Dat had ik niet meegemaakt. Ik zat naar de mini op te kijken waar iedereen een beetje reed en toen stuurde ik te wachten. En mijn banden zijn er maar op, joh. Nee, dat is zo dom. Jammer, Niels. Zonder dit. Ja, daarna spin ik meteen weer onder mijn banden. Helemaal dood zijn. Oh! Ja, maar ook niet zo'n 30%. Yellow flag. Echt, hè? Ja, dat ging blast. Ja. Nou hoor, ik voelde hem gaan, maar ik kan hem ook mooi opvangen. Ja, ik heb je gewoon verbeemd met die gaan, dat is super verdiept. Oké, clear. Dan krijg je weer blue flag. Ja, precies dat. Ja, dat hebben we uitgekozen, Binkster. Ja, dat hebben we uitgekozen. Heb je schade, Niels? Nee, volgens mij niet. Alleen mijn banden zijn super heet. Kijk, dit soort dingen. Ja, ik zie het jou vast. Dat is wel redelijk vroeg, Boomer. Ik reis in de quali op 1 setje rood de hele tijd, dan zijn ze al halverwege. Ik doe hetzelfde als in Australië. Ja, de chicane. Nou, dat heb je geen windeieren gelegd in ieder geval. Nee, deze bandje gaat vrij snel hier in de weg. Nee, Koen. Ja, ik tikte hem nu heel zacht aan, maar dat was gelijk eigenlijk. Ja, dat zei je net al. Wat een mazzel er achter me gebeurt, want daardoor ben ik net voor de safety car. En heb ik net een gratis pitstopje gehad eigenlijk. Nou, je was al lang binnen hoor. Nee, ik reed eruit, toen kwam hij. Dus ik kan nu weer naar je toe rijden met die 70. Ja, succes. Wat lekker voor nieuwe bandjes. Oh, 10 minuten in de pit. Stel, hé. Iedereen in de pit. Die deltas jongen, het slaat hem zich tegen. Dat was een mooie release, was dat? Ik loop hier denk van, joh. Ik had de stokvleugels schade. Okay. Ah, wat dom, wat dom, wat dom. Ik had best wel goede pace, maar... Ja, je reed lekker inderdaad. Ik wist als het echt misgaat, gaat het daar mis. Ik was al lang bij dat ik hem uit de muur reed. Safety car even door de chicane heen. Dan kijk ik 3 seconden eraf. Een foutje. Ja. Dat is een beetje... Motion Destiny 2 bevat Easter Egg met een hint, wat dan? Wie heeft er 3 seconden? Ja, Lazy Boomer en Matthijs. Ja, dat is... Spijtig.
Het is niet anders. Ja, het heeft even nood op de rest van de race natuurlijk, hè. Zou je? Het heeft wel invloed op de rest van de race. Ja, zeker. Ik ben ook maar naar binnen gegaan, man. Als je bij die pitstop is het weg naar het, voor het einde van de race, maar ja. Aangezien we toch safety car queue moeten pakken, heb ik zoiets van, ik ben ook maar naar binnen gegaan. Sta ik misschien achteraan, maar met verse rode bandjes en niet met de achterstand die ik had. Ik heb een buffertje achter me, dat is fijn om te zien. Ja, dat kan toch niet? Want we gaan toch aansluiten? Ik sluit er gewoon aan, dus... Ja, dat is een Limburger test. Blijf dit is mijn buffer. Oh, ja, die ligt een ronde achter ofzo, ja. Ja? Ja. NU! Ronde 11! Ik ben 3 keer de pit van geweest, joh. Hoe gaat dat nu? Ja, dan maak je niet beter! Nee, ik. Laat maar voorbij dan. Ja, voor mij mag je. Blast, ik zie je. Zullen even allemaal langs de baan gaan stil gaan staan? Smash dat bij jij. En? Ik ga gewoon smash proberen dan, kan ik het ook doen. Ik ben al niet bij jij. Ja, ik ben aangesloten. Vers rode bandjes, let's fucking go! Ja, ik ook. Dus, nieuw begin. Ik moet eigenlijk hopen dat ik snel weer terug kan naar die plek. Wat is het? 4, 3, die kant op. Hey, dat is gezicht, hè? Dan kan ik wel meedoen. Eerst die smash voorbij, want dat is mijn grootste gevaar. Maar is deze safety car nou later of eerder als vanmiddag? Ik denk later. Nee. Of wij eerder, denk ik. Zij waren eerder. Nee. Ja, nee, wij zijn eerder. Wij? Want ja? Ja, dat was op ronde 2 al. Ja. Oh ja, natuurlijk show, hè? Ja. Sainz stond meteen weer in de gravel. Is het met zijn vader tech makkelijker? Sowieso een stuur met feedback maakt het wel makkelijker. Ja, ja, dat zeker. Ja, dat is een beetje die feedback is. Het feedback, dat is echt een van de meest belangrijke dingen als een stuur. Ja, precies. En dat het de vader tech is, dat merk je voornamelijk in bouwkwaliteit en ook wel de robuustheid, maar niet per se rondetijden. Maar ja, dat is natuurlijk bij alles zo. Alles is een tool om harder te gaan, weet je. Echt rondetijden zul je toch echt zelf moeten halen over het algemeen. Ja, G29 hebben ook feedback. Ja, dat is ook een hele, heel goed stuurtje om mee te beginnen. Een hele goede prijskwaliteit. Oh, daar gaan we, jongens. De safety car is in this lap. When the field accelerates, remember, there is no overtaking until the green flags. Safety car. Ja, dat is goed. Ik hou gewoon even een paar meter afstand. Ja, dat zien we. Ik heb de waarschuwingslichten aan zitten. Hé! Hey! Pas op! Nou, mensen staan weer stil. Ja, als na de lijn aan de kant gaan blazen. Ja toch? Teruggeven op Koos, wat is dit? Heel goed. Wat? Hoppa! Dat is de eerste! Dat is de eerste! Hoppakee! Wat? Ik wel blazen. Ik deed Verstappen, ik deed heel lang naast hem zitten. Ja. Ik ben heel moest ik hem teruggeven. Wat de hel. Ja, je bent een beetje opgesloten door Alvis, of niet? Ja. Ik denk jullie op de baan af. Okay, ja. Het probleem was, ik zag dat jij opgesloten werd door Alvis, alleen toen was ik al committed. Dat ik daar naartoe ging. Maar ik begrijp al oprecht niet waarom je hem moest teruggeven, om heel eerlijk te zijn. Ik denk dat ze de race van Australië hebben gezien. Nee, wat is dit? Ja, daar gaat ze alweer. Kom maar. En er ging nog een Red Bull, Matthijs, op de harde band. De mandatory zero crash. Harde band? Oké. Okay. Ja, Matthijs rijdt op hard. Oh. Ja, maar dan ga je in die bocht als je mee wil rijden, want dat kan helemaal niet op die band wel, in het begin. Soms een raar punt dat ik spende. Nee man, dat punt daar zo fucking vaak. Ik heb er echt een hekel aan. Vol gas. Dus ik heb nog bijna de pit entry. Netjes Niels. Heb je ook gelijk schade of? Ja, je rijdt op oude banden, dus dan. De hele volgblok er al. Oh jezus. Dus
Hele goede timing. Nou, nu is het nog wachten op Alvist. Vlak achter, dus Alvist moet niet al te zitten. Maar dan zeg ik, zie jullie inhalen op dit stuk? Ik denk, hoe dan? Oké, clear. Ah, jongen. Ik ben niet meer op de kant, dan spin je weer. Hij ligt aan het spel. Ja, het spel. Er niet de Mercedes-motor in je auto? Van dit jaar. Ja. Maar Bles gaat niet met de Mercedes-motor rijden. Kom maar. Met 12 km per uur spinnen. Geweldig, het spel. T300 heeft ook een riem, maar het is wel een fantastisch stuurtje. Die had ik hiervoor. Maar die Lotus GNX20 is weer in de aanbieding, hè? 200 nog wat. Ja, ja, met Black Friday heb je hem vaak voor 150 of ja, zo. 100 nog wat, ja. Had je al DRS of nog niet? Nee, ja, deze nu is er wel DRS. Deze ronde pas. Dit is veel tijd. Dat is een mooie naam nu, aan de buitenkant. Maar zo pak ik Chloe dat rondje ervoor ook. Jullie durven in die bocht hoor, Smash en Jullie? Er is er maar eentje, hè? Ja, dat is gewoon buitenom, Smash! Dat is gewoon inleveren weer! This is racing! Dit is car racing. Oh ja. Kijk uit, Jedda maakte ook die grappen, toen gingen we allebei af, Smash. Oh ja. Doe maar een keer die grap maken. Nee. Mocht ik het er mooi in hebben. Dat is een klein beetje gravel. Fucking unrealistisch. Goed, dag. Les, je lijkt me af, joh. Ik miste bijna de hele eerste bocht. Dat is wel realistisch. Het zou weer eens zijn als ik gewoon nu al meer kan horen, dan moet ik even gaan concentreren. Dan moet je gewoon doen als Max. Not in the corners! Nee, not during braking. Oh. Wat was het? Oh, ik zag trouwens vanochtend zeg maar dat laatste stuk die Sprint Race on board bij Max mee te luisteren. En nadat hij dat zegt tegen de engineer, zegt helemaal hij niks meer, hè? Niks meer. Nee, ja, helemaal, dat niks. Helemaal niks. Ik dacht, what the fuck? Gewoon zelfs niet toen hij over de finish kwam. Nee, daar, hij zei van gasten. Was dit het of ik hoor helemaal niks meer? Ja, en later is nog GP, are you there? Ik vond wel een beetje vreemd. Volgen de commando's van Max Heilige. Ster. Wie had dat ooit gedacht? Een Nederlandse jongen uit Limburg die gewoon wereldkampioen Formule 1 is. Ja, vooral Limburg is heel raar. Hij komt ook uit België. Nooit verwacht. Hij komt uit België en niet uit Limburg. Beetje respect. Het is allemaal hetzelfde, hè? Nee, want in België winnen ze kennelijk wel wat. Wat dan? Ja, wereldkampioenschap! Eerste Belgische wereldkampioen, heb je dat gemist in Benno? Wat al is? Is het toch een wereldkampioen geworden? Nee. Is het wel champion? Wat? Het is dan wel eer dat hij met ons wil racen. Flowy track limits, hè? Jullie zijn wel één iemand vergeten uit de jaren 50, Jackie X. Die is ook wereldkampioen voor mijn leven geweest. En Eddie Merckx. Die deed gewoon hit. Die jongens op de fiets bij je. Wat gebeurt, Boemer? Binnen in die bocht, hè? Ah. Te vroeg op het gas. Ja, dat moet je ook niet doen, jongen. Nee, ik wilde gewoon die 2 seconden goed rijden, man.
our head is starting to create a gap. They're starting to pull away from us. Gelukkig had ik nog een gat met Matthijs. Dus. Oh, ben je een redelijk man? Ja, zo erg hoef je ook niet aan de kant weg. Ja, yes! Zo, daar is wel echt een millimeter aan. Er staat hier weer onder Blast Fire. Dus dat ik een gescheer hoorde voor me. Ik dacht, nou, dan moet ik oppassen. Want anders was ik er gewoon op gegaan, denk ik. Blast, waar staat er? Wat staat er nergens op, joh? Let's not stay behind this car for long. We need to get past. We need to get past. Makkelijker gezegd dan gedaan, Jeff. Bij wie is het? Bij Bij Flowey. Kom steeds dichterbij, maar... Oh, daar gaat hij. Ja, thanks Jeff. Ja, denk je aan. Echte battle, hè? Dat is mijn smash. Ja, die ja. Smash tussen de tanden zat. Ja, die crasht ook nog wel. Ik hoop alleen niet met mij. Kijk, daar gaat hij al helemaal buiten de baan. Wat een blast, Thoos. Blijf gewoon kozer afrijden, je weet het. Hè? Ja, dat heb je wel gezegd. Wat is dat toch de hele tijd? Dat haterige van jou, Blast. Nee, jij niet. Nee, totaal niet. Tegen Limburg is niet tegen jou persoonlijk. Oh. Die Blast is gewoon stiekem fan van de puur. Nou, niet stiekem hoor. Ja, ik denk dat hij een fucking poster van Martin boven zijn bed heeft hangen. Oh. Vroeger was GameKicks veel beter, man. De basement online district, heb je niet dat gezien? Nee, nog niet gehoord, nee. Dat moet je toch even doen. Ik hoorde dat hij niet zo kut was als dat je zou denken. Hij was wel echt heel slecht, die jongen kan echt niet rappen. Oh, sorry. Ja. Ik klinkt echt als een jongen, white guy van de schoolplein. Jelle zei echt tegen mij van, het is niet zo kut als dat je zou denken. Het is niet rapper Shorts niveau. Nee, het is wel beter dan dat, maar het is alsnog... Hij probeert het wel. Ja, maar het is alsnog een blanke jongen op de schoolplein die erbij wil horen ofzo, weet je. En was Skate nu zeg maar zijn main vijand? Skate was vooral heel nep inderdaad, want die van... Wat? Weet je, de rest was altijd al nep, maar Skate was vroeger nog wel echt en nu is hij echt nep geworden. Maar hoe is hij nep geworden? Ja, geen idee, hij heeft toen een keer gereageerd die guy van wat ben je voor zielig figuur en sindsdien is hij van zit erin, ja, zo mooi. Dus het zat heel diep? Ja, het zat heel diep, ja. Ja, maar die guy haatte toch op mensen die iets probeerden en dan niet konden in zijn ogen? Maar ik had zelf niemand van jullie had meer een mening tegenwoordig. Dus ja. Nee, dat klopt. Ik sta bekend om een hele neutrale mening. Ik zeg, jij hebt nooit een mening, joh. Of ik word doodgemaakt om een mening, of ik heb geen mening. Ja. Wat is het nou? Ik ben zo bekend als Yui, toch? Ja, Yui is ook wel een toppetje, hoor. Ja. Ik ben echt blij dat we hem hebben. Hoor. Nee, maar vooral ook qua productie. Nee, maar soms zegt hij van die dingen en ik, oh, je wordt voor gecanceld, maar ik hou van. Gewoon doen. Hij heeft gewoon een domme mening wat betreft nerdculture shit, maar ja, dat mag. Het is niet illegaal. Gewoon alles wat ik kut vind, vindt hij fantastisch. Mooi, dat moet toch een publiek voor zijn? Zeker. Maar ik ben wel door nerdculture begonnen met Marvel What If en dat vind ik wel echt dood. Heb je de laatste aflevering gezien? Nee, ik ben net weer begonnen. Als je het nu al vet vindt. Gruwelijke serie. Het begint altijd als alles al geweest is. Dat iedereen zijn mening heeft gehad en zo. Net als met die Moon ding. Ga ik ook nog aan beginnen een keertje, weet je. Maar dan wacht ik die gewoon Moon ding? Moon Knight is nog steeds. Ja, dus, Moon Knight, dat was het. Die Fortnite skin, toch? Ja, precies. Die serie over die Fortnite skin. Oh, alles is tegenwoordig, zo werkt het toch? Het is toch ook gewoon reverse. Ja, dat doen we gewoon goed. Is dat Spider-Man van Fortnite?
Ja, maar die andere Spider-Man komt ook naar Fortnite, toch? Die Miles. Nee, als jij het zegt. Ja, de... Mag jij Miles zeggen? Ja, of moet ik kilometer zeggen? Ja, nou liever wel, we zitten in Europa. Nee, sterke grap. Nee, hele sterke grap. Ik vond hem ook wel goed inderdaad, ja. Wat zeg je? Ik moet wel een beetje doorgaan rijden, Koos. Want kan jij gewoon je smoel houden? Ik sta nu aan de zijlijn, dan mag ik kritiek geven, toch? Zo is dat. Ik heb gesopen, ouwe. Ik vind dat ik het nog best aardig doe. Les? Ik ben niet gecrashed. Oh, heel moet ik. Toch, dat is toch een aardig aardig. Nee, net langs de pitlane. Ik zag hem gaan, ik twijfelde nog. Ik dacht, nee, ik ga gewoon door. Was dat door mij? Wacht even. Was dat door mij? Nee, door Bless. Maar hij is wel heel. Bless ligt uit. Ja, maar Bless ligt voor mij, die ging linksaf. En ik dacht, wat doet hij? Altijd weer hetzelfde. Virtual. Maar Bless, hebben ze die auto van jou vandaag verstevigd of wat? Ja, ik weet niet. Kom het voor even. Kijk je gewoon in de Mercedes stiekem. Ja, ik weet niet wat er is, maar. Ja, dat is echt slecht. Ik vraag me af welke baan Bless rijdt. Ja, die Die ging, toen we links gingen, ging ik door links door het grind. En toen kwam je de baan op en dan ging je witte voet links. Ik wil ook een baan waar je stil moet staan, want ik heb straks ook een tegengestelde stil te maken. Jullie ook zelfs iets aan de baan vandaag, Niels? Ja, nee. Ja, maar ja. Ik zeg, ik ontken ook niet dat ik een andere baan heb. Wat is je auto verkeerd dan? Okay, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. Virtual safety car is ending. Maintain your pace until the green flag. Ja, enjoy die grote pon extra keer de pit in. Lekker gas. Okay, gedaan. Oh, nee, smash. Hoe kan dat nu? Is klopt. Eentje drijft erop. Ja. Pas op, enjoy. Ja, hoezo moet ik oppassen voor jou, vriend? Ja, vriend, omdat je met 5 km per uur de fucking pits uitkomt. Ja, kijk, dit bedoel ik, godverdomme. Beuk hem eraf. Ja, nou, ik heb flink op de rem getrapt, ja. Als je hem daar had proberen in te halen aan die kant, dan was het einde van. Ik had heel veel overspeed, maar daarom zei ik ook, ga alsjeblieft aan de kant, want ik heb zoveel overspeed. Wat rondjes hebben jullie op soft gedaan? Ik niet zoveel, want ik ben gestopt bij de safety car. Dus, Ik kan er wel een rondje op 20 zo doen. Volgens mij is bijna iedereen gestopt bij de safety car, maar je kunt een rondje op 18 of zo, dat hou je wel uit. Ja, 18, 20, dan kan ik wel. Hé, hey, meteen DRS. Dat is nog eens. Hé hey, joh! Ah, hey, doei! Oh, domme. Pak hem terug, Alan. Het zal nooit lang duren, want ik zal er wel weer uitvliegen zo meteen. Ja, maar hij rijdt op rood en ik op medium. Sowieso wel, man. Ah, ja, als je lang doorrijdt, hè? Ja, daarom. Ik vond het al lang dat ik hem achter me hield, de afgelopen 10 rondjes. Ja. Of zo. Nou, ik maakte net wat te veel fouten eigenlijk de hele tijd. Op een gegeven moment zat ik op 1,1, toen ging ik weer naar 2. Ja. Ja, die druk van dat verdedigen van je titel is toch wel zwaar. Ja, er wordt niks meer dit joh. Ja, zelfs je PC weigerde om mee te werken. Ja, was angst. Weer eentje op de baan hier, wat dan maar. Rijd weer, ik schrik me weer echt de ja, ik zal het woordje van de blik. Oh jee, gaan we weer. Ik heb mijn gast daar gewoon helemaal los aan, ik spin nog goed. Maar Bless, de rijdt nog? Dan neem je te veel talent meer ervoor. What the fuck? Hij rijdt met een tank vandaag, hoor. Heb je maat ingebeld of zo? Wat is dit? Ik wou vandaag. Oh, rustig. Dat is geld, jongen. Ja, holy shit. Het schijnt dat Bless met een auto rijdt met 1-1 downforce, dat is het. Ja, als het over Monza had hij het net, hè. Dus gas gewoon lekker door. Ja, dat zou kunnen. Dat misschien wel. Ah, Italië. Oh, dat geen downforce. Oh, gaat rechtdoor. Hey, Blitzvader, wat ze dan doen? Blijf daar. Kijk, man. Wat ben je nou aan het doen? Wat ben je nou aan het doen, Blitz? Ik weet ook niet wat ik aan het doen ben, joh. Een van de Guinness-politie, die logisch is. Ah, misschien dat die auto, vervolgende auto, wel echt helemaal bij jou past.
Dat kan, zou zomaar kunnen, hè? Ja. Ben je in één keer Magnussen? Ja, misschien. Ook de meneer is er niet overal. Ja, deze zin. Maar je setup ligt het niet in ieder geval. Zo dan, en die neemt even een extra route. Ja, of het was spinnen of dat maar zo. Ja, mag geen nee. Warning, dus niks aan de hand. Ik heb je bij deze chicane ook al, dus dan ga je eigenlijk constant bij. Ja, maar je krijgt ook geen warning ervoor, dus... heel af en toe, maar... Misschien moet ik het ook maar gaan doen, maar... Nou, het was gezellig vooraan. Je moet natuurlijk die drive-thru nemen. Ja, die Smash was toch wel in vorm vandaag. Ja, ja was hij bij GT7 ook al? De schoen zit er weer een beetje... GT7 in. Had hij hem gewoon letterlijk kunnen winnen. Iets geduldiger. Ze hebben iemand voor. Ja, maar iets geduldiger. Ja. Ik heb hem een paar weken vrij. Je was sneller dan mij. Beetle, hè? Dat wilde nu wel, Diesel. Ik heb helemaal mijn. Nou, dan gewoon blijven drukken hoor. Die Niels gaat er zo meteen nog wel af. Oh, dat zou niet voor zwezen, nee. Dat heeft een safety car. Nou, wel lekker op de baan te rijden. Slow your pace immediately. Nee, toch? Jawel. Dat is virtual. Ja? Maar je staat goed. Ja, dat is geen virtual. Ja, hij is hoor. En nu wel. Oh, nu wel in één keer. Oh, nu is hij. Ja, hij staat bij mij virtual. Ja, bij mij zei dat ook nog. Ja. Ik heb nog steeds een knelpa ook. De race director die zegt bij mij safety car. Ja, 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 ik had net safety car in, maar hij zegt wel delpa. Ja, maar dat klopt als de leider nog niet bij de safety car is. Als de leader nog niet ingehaald heeft, dan is dat niet zo. Ik denk... Ik denk dat je zelf... Ik denk dat je zelf wel een beetje... Oh, dubbel stekken. Viel mee. Gelukkig. En Joy redt het wel voor me uit te komen, hè? Denk het wel. We can't take you right now. Pit in next lap. Gaat zelfs wel voor showstop uitkomen misschien wel. Later. Wat een masterstrook. Ja, maar ik heb nu versere banden. Ja, dat is waar. Ja, ik heb mezelf gewoon helemaal. Ja. Ik heb mezelf helemaal terug in deze game gespleten, hoor. Ja. Dat is toch heerlijk? Jij wel. Hey, zeker ja. Ik toch weer het gevoel. Go. Ik hoop dat ik ook daadwerkelijk de pace heb, want dat is ook een beetje. Ja, het is inderdaad niet echt een masterstroke. Ik had beter nu pas kunnen pikken. Maar... Matthijs gaat hem uitrijden op die hards hoor, denk ik. Look after these tires now. Het is ook nog een lang. Het is nog wel een redelijk lang stuk met de mediums, maar die moet in principe kunnen. Ik kan altijd nog een keertje terug naar softs. Ik verwacht nog wel safety car ergens. Ik heb goed uit, op mijn stokje bier. Hey! Don't drink and drive, hè? Daar heb ik geen tolerantie voor. Maar wel drive before you drink. Je mag van tevoren drinken, ja, dat is prima. Van tevoren drinken, dat is prima. Hey, Koos, we moeten Heineken als sponsor vragen. Ja, vraag maar. Ik vind het prima. We willen wel echt bier drinken, ik hoef geen hoofdpijn. Hebben ze niet een mooi Limburgs beat of zo, blijft die. Alfa? Ja. Maar Alfa ben ik nog wel fan van. Ja, de Hertog Jan ook wel. Hertog Jan maar. Is lekker man. Ik drink Hertog Jan, dus mini. Als ik pils drink, dan is het meestal Hertog Jan. Ja, Hertog Jan vind ik niet lekker om aan door te drinken. Dat is meer voor te genieten. Hertog Jan? Dat is gewoon pils man. Dat moet je gewoon zuipen. Dat kun je ook wel heel denken hoor. Ja, kijk, het is misschien wel wat zwaarder dan sommige andere pilsjes, maar dat vind ik juist wel lekker. Net wat meer smaak. Ja, daarom. Net wat lekkerder. Ja, ja. Dat is wel. Waar. Nou, Blast, wat jij doen? Vooral Fiep. Ja. Al die puntjes binnen. Ik heb jou met één plekje geholpen. Ja. Oh, je ligt er nog uit. Ik ben door. Wel mooi dat Smash eruit is voor het kampioenschap bij mijn Smash.
Wel mooi dat Smack eruit gevoerd voor het kampioenschap, ja. De combinatie van woorden die ik nooit dacht te horen hier. Dat zijn de woorden waarvan ik nooit gedacht had dat ik dat ooit nog mee zou maken. Wat gebeurde er, Smash? Wat gebeurde er? Ik had die drive toe en toen kwam ik naar buiten en toen raakte ik iets in curve en toen was die weg. Oh. Nee. Maar waarom? Je komt eruit naar 50 km per uur. Ja, ja, gewoon rustig aan doen. Kan je mijn koude banden hebben met een drive toe? Ja, dat cool, ja, ja, zou wel kunnen, ja. Maar 2-3 graadjes of zo. Ja, zoiets. Je kan op het stuur kijken, hè? Ja. Ja, nou dan niet. Oké. En nu gaat het me opeens meteen weer laten. Dat is de modus achter Koos aan. Ja, klaar. Nee, je was toch voor mij? Nee, achter je volgens mij. Nee, ik dacht dat je voor me zat. Ja, dat weet ik. Maar ik zag hem eerder eruit komen dan dat ik erin ging. Want ik ging ook de pits in, hè. Is Blast gelap als enige gelap? Nee, ik ben ook gelap. Jawel. Ik vind hem Blast gelap. Ik weet het. Gelap zit ook? Ja, gelap zit ook gelap. Pak ik gecrashed, ja. Dus ik rijd niet op de vijfde plaats. Oh, jij rijdt daar helemaal. Krijg ik Battle Blast 5 Sino. Ik heb Blaas ook een rondje gelapt. Oh. Dat is laat. Godverdomme! Jongen. Even tegen de binnen. Echt, godverdomme man, hou eens op joh. Hoe kan je daar nou remmen man? Kom maar langs. Jongen. Ik ben een foto voor. Ik doe dat Zero Day, maar... Ja, is verder dan links kon ik niet, jongens. Nee, dat snap ik. Jij kon er ook niks aan doen, maar het ging eigenlijk niet op dat stuk. Jezus Christus. Ja, dat is jullie al 3 breed zetten, kan ook niks aan doen. Wat een domme shit is dit weer, zeg. Nou, maar race wordt wel echt onmogelijk gemaakt, hoor. Ja, ik ben er niet veel. Er komt nog een safety car. Ja, dat weet ik ook wel, Retrocon, maar laat me lekker op andere mensen afgeven. Dat past beter bij mij. Maar het was ook heel raar dat hij gewoon nog... Het was wel letterlijk in één klap stil. Ja, maar het was raar dat hij zo laat nog naar binnen ging, want hij gaf echt pas op het allerlaatste... Ja, maar dat wist ik. Dus ik was al aan het positioneren om naar voren te gaan. Hij wel. Was bij Skate ook bij de safety car dat hij pas de laatste bocht besliste voor binnen te gaan? Omdat Blast ga ik net aangekomen ofzo. Ik... Ja, maar dan hoort het gewoon een rondje later te komen, volgens mij. Ja, het moet een laatste. Ja. Zeg het, laat mij het gewoon... Voor mij moet Michael je gewoon later, geef je dat gewoon voor. Ja, dit is een Maasie. Hij loopt weer te spelen met de regels, hè, die Maasie. Ja, we spelen op de oude game natuurlijk. We zitten die nieuwe directors er nog niet in. Dat zou ja, maar dan hadden de led cars voorbij moeten gaan. Ja, alleen een paar maar, hè. Ja, we hebben er maar 2. We hebben Maasie, hè. Maasie die zegt het... Ja, maar als het niet nodig is, als er... Alleen als tussen de nummer 1 en 2, als er daar mensen tussen zitten, dat moet het gebeuren. Ik stond er zo goed voor, jongen. Joost Stop, die wist niet goed wat hij wou hier. Ik heb het vooraan nu. Oh, ik zit zo dicht erachter dat ik toch een beetje last heb van die downforce. Ik vind dat precies net een beetje die gravel daar. Daarom zit er ook niet heel ver weg. Nou nee, niemand zit heel ver weg te moeten. Ah, het zit allemaal binnen een seconde. Ik wil me eigenlijk gaan unlappen, maar... Hey, dat achter me is al echt anderhalf hoor, met Flo en Matthijs. Ja, iedereen zit weer binnen een seconde. Andere banden ook, hè? Klopt. Ja, ik ben er goed aan gaan naar binnen. God, dit is niet normaal. Oh, serieus, jongens. Flikker toch aan een dop, man. Maar ik weet even zonder gein zitten, als je dat doet, hè, doe je op zijn minst een safety car, dan kan ik aansluiten. Ja, ik heb mijn stuur recht, ik heb alles recht en toch gesplint. Ja, dat is toch als een Limburgers curs. Je hebt Blast recht met trekkingscontrole aan, toch? Dat is een lapcode. Blast, jij hebt met trekkingscontrole aan, toch? Ja, lichtjes hè. Ja, dan snap ik. Bij jou snap ik niet hoe je het voor elkaar krijgt, maar ik krijg zonder trekscontrole. We hebben de vorige keer ook al gezegd. Zet het dan uit als je er gewoon elke keer. Nee, maar ik vind het gewoon kut rijden met. Ja, of jij zet het uit, of ik zet de safety cars uit, vriend.
Ik heb nog geen 70k veroorzaakt. Vorige week 8! Met je 9 pitstops! Vorige week na de DRS is now online. Ja, dan moet ik een apparaat kijken. Ja, ik moet zeggen, ik vind aan de ene kant jammer dat ik eruit ben, maar ik bak er echt zo weinig van dat het ook niet zo erg is. Ja, zou ik hem ook gewoon in de muur zetten, of Jij rijdt nog niet zo slecht. Doe wel 70 car aan, hè? Ja, 70 car en je klant zal weer naar voren, ja. Doe het dan even ronde, wat zullen we doen? 45? Dit nou! Een kusje! Jezus, hoe kom je weg, heb je wel niet, man? Ik moet rekening houden met zo stoppen. Als ik later heb, dan knal ik bovenop hem. Ik ga er stiekem nog een beetje vanuit dat er nog wel huilen gaat komen. Oh. Dit mag goed gaan, jongens. Oh, hij trekt me eruit. Ja, gast. Wie was diegene die achter showstopper zat? Ja, ik. Maar ik zit er toch gewoon. Wat wil je daartoe? Ja, gast. Je beukt me volgende baan af daar. Nee, heel eerlijk. Oh, je wilde ook niet voor mij aan de gang gaan. Aan de kant gaan, ja, dus ja. Is terecht, Koos. Ja, nee. Ja? Maar dit is karma. Karma? Dit is karma. Ik zat aan de buitenkant van de baan. Ik kon niet. Ik zat aan de rechterkant. Ik kan moeilijk dan het gras insturen daar. Nee, je moet mij het gras insturen. Oh. Alt is de 3. Oh! Oh, wat is dat? Eerst! Niet twee keer inzetten, man! Ik heb mezelf weer het gras ingestuurd. Penalty. Ja, ik heb het wel gelijk. Dat moet je echt niet meer doen, nou. Dat reset naar track, dat moet echt uit. Nou, dan vind ik dat jullie ook allemaal opkozen. Ja, we moeten weer helemaal om je heen. Vind ik ook, Smash. Ranger, jongens, dat. Lekker afgekocht, hè. Ja, ik heb geen voorbeeld. Maar echt, het kut is bij mij, het gebeurde letterlijk bij de herstart, man. Weet je wel, van, er is geen kutte moment om dat te doen. Ja, ik denk nog steeds, we kunnen een restart doen en een 50% dive kunnen maken. We zijn nog niet op, we zijn wel net over de helft. Ja, maar 50% dive kunnen hebben, heeft iedereen nog wel tijd voor, toch? Hey, kan je rekenen? De herstart. Reken er maar niet op. Precies. Kun je schrijven? Schrijf maar op je buik. Precies, dankjewel, deze boemer. Ja, ik rijd nu 5 of 4, dus geen restart. Ja, ik zal hem onthouden, boemer. Dat mag je doen, want dat doe ik ook. Dus het schrijft. Dat was straks wel een mooi choice binnen. Ja, dat zag je al wel aankomen, hoor. Oei, daar ging er weer iemand. Deze boemer, ging het zo goed? En zeggen dat het goed gaat, dan gaat het meestal missen. Ja, Smash ook. Maar ja. Nog steeds wil ik geen restarten, hè, want ik onthoud wat ik zeg. Dus blijf erbij. Elf is iets lekker stil, die gaat in dezelfde weg. Maar je wil geen restart, je eist een restart. Oh ja. Ik eis helemaal niks. Oh ja, tuurlijk. Dat is wel waar. Echt heel, ik kan het niet bijhouden, jongens. Ios, heb je jezelf nog weer straf gereden? Ja. Ah, gewoon lekker battle met Koos. Nou, dan moet ik nog wel heel ver komen, hoor. Oh, ja, ik moet mijn vleugel ligt erin. Ja. Oh, oké. Okay. Je vleugel ligt eraf? Oké, nee, dan, ja, dan kom ik in ieder geval wel weer bij, inderdaad. Nou, hangt nu weer een nieuw aan, dus... Godverdomme, zeg. Maar als je kijkt hoe kessen zijn geweest, zijn maar 2 mensen uitgevallen. Dat valt dan nog wel mee. Ja, niet ja, maar ik heb ook alleen maar, in, zeg maar meer low speed shit dat er allemaal gebeurt. Ja. Ja, maar juist op low speed bij deze game ga je kapot. Dit is een pijnlijke affaire waar ik nu uitkom. Nou, les is heel vaak om high speed te worden gaan, was ook niet zo nog. Nee, op low speed hoor. Oh. Oh, Niels en dat nog een keer doen, Niels? Even achter, kan het keren. Oh, Niels en Jorgen op herhaling, daar komt hij. Ja, nee. Ja. Ik ben aan het huilen. Zijn er wel glad, hè, die bandjes, Niels? Ik heb het idee dat jullie mij heel snel gaan inhalen. Dat voel ik, ja. Ik voel dat ze heel glad zijn. Het is niet zoals in de regen, maar... Wat is dit de eerste keer dat jullie mediums hebben dan, of...
Nee, de tweede keer, want ik reed net op mediums en toen crashte ik. Maar dan weet je dat toch? Ik ben net een... Oh, kijk. Hier glijden ze zoveel. Ik denk als ik daar ingestuurd had, dan was hij weer flink in de winter. Ik vind het allemaal oké. Kijken. Ik vind eigenlijk van alle bochten vind ik die laatste eigenlijk wel de kust. Nee, daar kan ik hem, daar kan ik best wel lekker. Maar nou, dat zeg ik nu wel de vorige keer. Net ging ik daar naar een kaart vanaf. Dus wat zeg ik ook eigenlijk allemaal? Flowey die zet de ronde neer. Ja. Op zo'n harde bandjes? Er zitten mensen onder druk. Nee, soft heeft hij toch. Oh. Ja. Yeah. Richting ons. Ik dacht dat hij eerst harde bandjes had. Ja, dat vind ik leuk. Kapot. Ah, maar okay. Heeft hij er wat aan op zijn positie of... Ja. Okay. Ja, hij komt er richting mij. Hij rijdt 9, dus hij krijgt een extra punt. Lekker man. Ik ga hem niet volhouden. Ik zal je best doen. Ja, dat sowieso. Als je al in de, er al in zit van ik ga hem niet houden, dat is niet de instelling die je moet hebben. Nou, dan zeg ik het is mooi meegenomen. Ja. Vertrouwen hebben in jezelf. Als je dat toch niet zelf meer hebt, dan... Jullie gaan DRS op elkaar krijgen, of niet? Ja. Is dat een DRS? Oh, wel. Maar jawel, natuurlijk. Vorige ronde ook. Ja. Vorige ronde ook al, hoor, DRS. Ja, ik wou zeggen. Ja, jullie gaan wel echt veel harder dan dat ik ga. Oh, je hebt net allemaal DRS gespaard, toch? Ja. DRS gespaard zelfs. Toch die DRS, hè? Die heb ik niet. Ik heb al die bordjes heb ik meegenomen. DRS, maar. Flauw. Ik heb zeker nog 5 DRS bij me. Die van en een blauw... de Nitro-wagen. En een blauw schild. Ik moet even op de brommen, joh. Ja, ERS en DRS, ja, dan is het ook... Ja, die mist ik. Dan is het wel sterk op deze baan, hè. Hoeveel rij je achter Koos, het is? 1.1 of zo? 0.9 nu. 0.8. Je hoeft niet te tellen, Smash, dankjewel. Maak het spannend voor Smash. Maak hem zenuwachtig, hè? Oh. Ja, ik word niet zenuwachtig. Voor mij heeft dat toch geen nut meer. Ja, wat is dat overeenstelling? Ja. Je ziet toch een paceverschil? Je weet zo, safety call. Hou breed, Koos, hou breed. Ja, zo breed als ik kan. Ik kan er zo weer af liggen, joh. Zit daar met een rondje. Wat doe jij dan? Nou, ik vind hem toch gewoon, ik kan al die grip zelf opsturen. Maar ik zat er al op de voor. Nee, ik was er gewoon tussen. Die Niels zat al een haasje op dat moment. Echt niet? Kijk maar een fucking replay maar houden. Ja, maar op mijn scherm zat hij er echt al naast. Ja, jouw scherm, jij zit 300 meter vandaan. Nee, ik zit hier gewoon echt voor mijn scherm. Hij zit gewoon met een, hij zit op de replay, hij zit op de spectator mee. Oh, maar hij moet zijn bek houden. Hij mag ik niet. Ja, dat vind ik ook nooit echt van, hè. Als je eruit ligt, dan kun je het niet goed jutten, denk ik. Nee, zitten de emoties hoog. Beste zuurlui zijn er al, jongens. Hoeveel heb je ervoor over dat ik hem achter me hou, Niels? Oh, je mag hem er wel langs achter me. Je zijn dan toch kansen, toch? Ja, hallo! 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 Ja, gast! Daar kan je toch niet inhalen! Tuurlijk kan je er Mafke, inhalen! Natuurlijk niet! Voor die ja, gast! Nu moet je helemaal je mond houden! Ja, fuck off, man! Wat? Gast, echt, je bent echt een lul, sorry. Je bent echt een lul. Nee, je bent echt een lul. Nee, echt bullshit. Echt een lul. Godverdomme, zeg. Jongen. Dat kan daar helemaal niet, joh. Mafkees. Ben je
Release, dan blijft die judges van de spec-date hier. Dus ik heel stil. Ja, dat kost me gewoon een ronde, godverdomme. Ja, ik zeg wel. Ja, ik denk dat er geen ruimte was, maar ik denk dat Enjoy gewoon zoveel overspeed had. Er was geen ruimte, inderdaad. Dat klopt. De racecommissie gaat er naar kijken, zie ik. CK daar. Dus. Dankjewel. Is dat noted? No further investigation. No further action needed. Het is wel treurig zeg, de rest rijdt zoveel verderop. Ja, maar jullie gaan best hard. Ja, het helpt dat je niet 8 keer naar binnen hoeft. Nee, dat helpt. Ik ben ook al wel 4-5 keer naar binnen geweest, dat valt ook niet. Een drink and drive, hè? Dit is niet het moment, man. Ik zeg, dit moet je nu niet doen. Oké, ik neem het terug. Nee, het staat te laat. Gedaan, hè. Maar ik kan sturen naar brieven maandag. Koos die dacht in die post daarna. Ik dacht van, inderdaad, ja. Jee, wat vind jij nou van dat Koos dit deed? Een clipje erbij. Okay, the incident has been cleared. Let's get en even de tekst uittypen mochten ze het clipje niet willen afspelen. Ja. Oh, tekst, dat is alweer. Dan heb je alweer een judgment beschouwd. Ja. Zeg je in de tekst, ja, hier beuk je hem er vanaf. Nee, zeg je citeer, hij zei, Koos zei, en dan. Weet je, het ja, maar ik vind het wel irritant en wel ook kut. Want dit is nu de 8e keer dat ik opnieuw naar voren moet rijden. Ja, je zit er in dezelfde rot als mijn Koos. Ja, dat is een schande. Schande, schande. Dat is het skandaal. Not fair. Koos die dacht van, na die inhaalmanoeuvre, dacht hij van, ik schiet er nog even binnen door, maar zijn vleugel die vond dat niet zo leuk. Was dat believe I can fly, zijn vleugel? Ja, zoiets was het, ja. Maar het werd sierlijk neerstort als Buzz Lightyear. The gap to the car ahead is 27.5 seconds. Hebben we hier niet vorig jaar gewoon ongeveer gewoon de hele tijd achter de safety car aangereden? Wel veel, ja. Weet ik niet meer. Maar toen crash je er veel meer in die bocht omhoog. Ik heb het ook al een paar keer gedaan, maar het voordeel nu was dat ik elke keer niet eruit mag. Ja, ik spin. Blijf! Dit is een soort warning light of that. Ik werd gedivebombed. Is dik bij die langzame bocht na omhoog. Slender. En toen moest ik opnieuw de pits in. Oh, Thijs kom ik snel op dichterbij, maar Lazy Boomer is ver weg. Ik kom wel wat dichterbij. Ja, ik heb. Hier gebeurde dat. Ik stuurde hierin en ik kreeg hem in één keer in de zijkant. Die hartse is echt heel langzaam, maar ik kan wel heel lang rijden. Ze hebben wel allemaal strafsecondes, allemaal van de cheaters. Ja. Oh. Nou, waarom meer track limits? Ja, dat is cheaten. Nee, dan maak je toch meer meters dan dat ik minder meters maak. Ja, nee, track limits hoeft niet te betekenen dat je meer of minder meters maakt. Je cheat gewoon. Ja. Wat ik doe is dat ik meer meters maak. Ja, dat vond ik ook in Bahrein, maar de kijkers dachten er anders over. Meer meters betekent ook langer het gas volledig betalen. Ik vind iedereen die nu strafsecondes heeft, allemaal discounts. Ja, vind ik ook. Is iemand nog geen strafsecondes behalve? Ja, Koos en Bles. Alweer showtopper. Ik wou zeggen, ik heb nog geen één straf gehad, hè. Om mij heen rijdt iedereen met straf. Daarom, ik heb nog geen één straf gehad. Ik ook nog niet. Rijdt Bles virtueel op een 5e plek, zie ik. Ja, het is helemaal kut, Fishdick. Het is echt helemaal kut. Doe je dat toch weer goed, hè, die Bles? Zeker. Blijf met de problemen.
Behalve als hij spint, maar ja. Het blijft een probleem. Ja, hij wacht gewoon dat jullie allemaal crashen en dan maak ik even een rondje achter, maak ik goed en dan nog even één safety car en heeft hij geen strafseconde, dus dan eindigt hij straks als eerste. Ja, als Blair elke keer maar gewoon lappen, dan heeft hij zeker een betere kans, maar weet je, het probleem is, op een gegeven moment begint Philippe echt wel een beetje op te stapelen bij Blair. Ja, dus... Kom maar langs. Ja, kom langs, straks. De safety car, op een gegeven moment heeft hij er gewoon schijt aan, dan gaat hij gewoon rijden. Ik zet dus ook een aftekken. Ja, dat is ook, ik kom je opzoeken. Ik weet waar jouw huis woont. Thanks voor de DRS, Alvest. Ik ga lekker polsen. Dat zet ik me bedreigd om het simuleren is. Maar ik ben iets van mijn verloren tijd goed. Ja. Maar je hebt de versere band zeker en je hebt rood of geel? Geel. Oké. Okay. Dat zal me niks verbazen als mijn gamer crash vandaag. Was al helemaal bij. Het zou wel passen bij je rijstijl. Ja, want ik zie af en toe ook wel zwarte vlekken ringen. Dus ik denk echt serieus, zit hij straks op crash. Ja, als dat nog een safety car zou kunnen opleveren. Ja, game crash? Weet ik niet. Nou, misschien als je net in de bos zit, dan wil de game nog, wil de auto nog wel eens gaan crashen. Omdat dan de AI in één keer over wil nemen en dan krijgt het even. Ik heb ook van Blast, last van Blast, van die zwarte flikkeringen. Nee. Ja, dat heeft hij soms als hij bij dat. Heeft hij maar bij een paar bochten. Dan is hij elke keer bij die bocht daar omhoog, dan heeft hij elke keer het hele scherm valt ineens uit. Ja, heel apart is dat. Ja, ik denk dat het is. Je is zo sappig uit de goede beest, man. Ja, en die show blijft uit de problemen, dat doet hij ook goed. Heb je een nieuw vleugeltje? Ja, moest een nieuw vleugeltje? Okay, ja, ik had schade gereden toen op jou. Ik ben wel doorgereden, maar ik verloor al een hoop seconden. Dus, je komt er. Net voorbij? Ja, ik ben voorbij. Shit. Jawel. Kofferbal. Zo. Mooi buffetje tussen Niels en Enjoy. Oh. Ja, hou hem tegen, hè. Ja, ik moet deze even... Ik moet deze even de bandje opwarmen, want... Ik wil even een tikkie bocht in. Spannend. Enjoy en dan, denk ik. Ja. Yeah. Nou, blast. Go. Kom snel dichterbij in Matthijs. Even veel gecheat. 3 seconden, 2 tellen. Oh, daar heb ik eerst de warning te pakken, jongens. Oh! Hoe zijn er 12 ineens ook? Ja? Je hebt maar 3, toch? Bij mij zijn... Oh, dat is slowly. Hapje, ik ben blind. Zo, wat krijgen we nou? Wat heb je nou gedaan? Met Doos even... Iemand van de baan gereden. Het zicht ook nog eens aangepast. Hij heeft wel alles gedaan. Blinde race, hè? Blinde race. Dat ik blijf varen, maar ik wil die feestje niet verpesten. Ja, same hier, blijf varen. Wil je feestje niet verpesten, maar ophoepelen. Oké. Okay. Ja, maar dan krijgt hij weer strafpunten. Ben je met Koos aan bettelen? Oh nee, toch niet. Nee, ik ben niet zo'n show. Ja, ik wil het zeggen, Smash had hier echt gewoon gevochten om een positie. Ja. Terwijl die blauwe vlag krijgt, weet je wel. Dan laat ik een blauwe vlag krijgen, inderdaad, ja. Ik kan me Australië 2 weken terug herinneren, dat was ook een... Zo, jezus, gewoon de laatste ronde, hè. Reed hij me bijna de fucking race uit. Ja. Yo, goeie afverdamme. Ja, je hebt zijn snelheid. Ja, dan misschien moet je dan nog wel even gewoon een paar seconden gewoon even wachten. Het stond dat ik nog op het spel. Ja, dat is wel zo. Ja. Ja, ze entertainen in hart en nieren, die Smash. Kan niet.
Dat voelt zo wel natuurlijk. Ja, als ben je geen racer, hè? Of nee, echt een racer natuurlijk. De enige reden volgens mij waarom je dit doet is omdat we je adres nog niet weten. Dat is mijn eerste reactie ook hier. Ja, dat is... Wij zagen dat gebeuren, joh. Ja, dat ging een heftige toer, hè? Our gap to the car in front is 29.0 seconds. Even kijken. Oh, is het spannend. Ja, enjoy dan hem. Nog weer. Ik gun hem niks. Kom op, Dannen. Zet me eraf. Oké. Okay. Hier een plekje naar voren, die Niels. Ja, deze bloemen zitten ook in de pit. Ja, dat zijn de top. Ja, die moet ook wel naar binnen dan voor... Ja, maar die heeft wel snelle bandjes op, denk ik. Dan moet ik ook gaan pakken straks. Als die nog nieuwe heeft, dan heb ik al geen nieuwe meer. Je hebt nog nieuwe, hoor. Ah. Ik doe de Australië-strategie, hè. Lekker Niels. Oh, lekker Niels. Dat is gewoon, hè. En nog maar 5, 6 seconden. En dat terwijl hij in de pit stond, zei hij. Dat je verkeerd begrijpt. Oh, dat had ik inderdaad gehoord. Deze bloem zit in de pit, waardoor ik weer een plekje kom. Ah, ik heb zelfs okay. Nog een nieuw setje soft over. Oh. Ja, ik zat te zoeken, maar ik had een nieuwe mee. Hey, track limits, hè, Alvis. Ik mag dus... Ik zie u wel, ik zie u wel! Gaan we eens even kijken, hoor. Even in de raad houden. Hou hem in de gaten, hebben we disco in. Hij gaat snel de pit in. Ja, lafaard. Ja, 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 ja. Ik heb je in een smieze en glijd naar binnen, hè? Want dan kan ik het niet meer zien. Blijf er ook maar in de pit staan, hè? Daar komen ze toch wel achteraf, hè? Ik heb nog geen enkele waarschuwing gehad, het hele... Ja, nu bij deze hoor, krijg je hem van me. Ja, dat is schrik, hè? Laat je na aqua mineraal, laat ik je er langs vloeien. Nou, wat je zit niet eens kort op, man. Ga eens door. Ja, ik had even een momentje. De gelepte man zegt reis door. Oké. Okay. Dat is wel ironisch, hè? Track limits. Pak hem wel even DRS. Ah, sorry, hij was te makkelijk, Sido. Hij was te makkelijk. Sido wist wel dat die grap gemaakt kon worden, toch? Ja, volgens mij geeft hij me elke keer zelf voor, gewoon. Ja, ik zeg het is wel vaker dat hij dan zegt van ja, ja waarom zijn die allemaal zo traag? Ja, ja. Nou ben jij op een andere hoekje achter. Ja, maar ik ben vleugelspits, hè. Ik kreeg graag een assist. Is dit een verkapte vleugelgrap ook ergens? En ik hoop dat er nog... wel, ja. Ik hoop dat er nog een diepere laag in deze grap zat. Maar. Ja, daarom. Ik zit erover na te denken. Vleugel, vleugelspits, vleugelspits. Oh, vleugel. Oh. Is het hard? Nee, dat wordt ook niet. Oh, kijk uit. Oh, kom. Green flag. Heb je nog een vleugel? Ja, ik heb een vleugel. Maar heb ik jou nou gelept? Ja. Lekker. Wel. Ik heb maar een lepje bestemd. Ah, die bles zit er nou weer dicht achter. Ik had erbij denken dat ze bij GameKings altijd iedereen hun waarde lieten. Nee joh, hoe kom je daar nou weer bij als je GameKings kijkt? Jee, zei dat laatst. Ja! Als iemand alleen maar een foute uitspraken doet, is het toch jee? Ja, dat is waar. Ik ken van koning van Jenkins. Maar we moeten uitkijken, je woont tegenwoordig dichtbij. Is dat zo? Ja. Ja. Ik woon in Alkmaar, dus ja. Nou, dan woon je bij Salamina. Ja, ja, ja ook oh, ja. Dat weten ze wel. Oh, ja. Oh.
Wat heb je weer thuis? Nee, dat niet. Ik ben er wel eens tegengekomen, maar ik heb het niet, ja. Als hij daar is in een koek werkt, dan... Die Alphenjo, die gaat nu een tijd in zetten. Jongens, allemaal even oppassen, hou je vast. Ik ben de... Ik ben Rick ook wel eens tegengekomen, want die woont hier gewaard, dus ja. Lekker. Het is wel eens. Ongelooflijk, die Alphenjo. Gaat het toch voor? Volle commitment. Goedkope brandstof, hè, in België. Ja, dat is wel waar. Moet je niet onderschatten. Hij kan wat harder. Veel goedkoper, hè? Ja, dat ja, moet je niet onderschatten. Ja, ja, ja. Daarom red ik mijn vragen, hè. Ja, hij is de brandstofleverancier. Ja. Daarom krijg je dat stoeltje. Nou, blijf, als er nog één iemand uitgaat, dan kan je ook nog een keer voor het snelste rondje gaan. Ja, dat gaat toch niet lukken. Nou? Ah, wat is dit nu weer, hoor? Nou ja, toch iets meer ambitie, Les? De politie met veel ambitie. Politie? Ja, dat zeg ik toch. Heb je veel ambitie, dan moet je bij de politie. Kijk, niet te veel ambitie dan, hoor. Bel de Wouter, kom op. DRS'je? Ja. Oh, maar jij is ook bloedserieus. Alleen de helft wat hij zegt klopt gewoon niet. Het is gewoon een foute gezegde, foute uitspraken. Destiny, The Witch King en zo. Oh. Alles van de piepshow, hè? Oeh, we gaan gaan hoor, nog. Ja, de laatste piepshow was echt lachen, man. Jezus. Waar Dan en ik bij zaten. Of wat ja, bedoel je? Het was echt wel even heel anders, maar wel echt verfrissend. En goed zo. Ja, ik vind gewoon piepshow moet ze met Boris en jij doen, man. Ja, ik ja, miste wel de twee Grumpy's uit de Muppets. Daarom. Nee, mijn beeld trilt in één keer als een malle. Ik heb geen idee wat de fuck er aan de hand is. Ja, porpoising. Nee, ja, nou, niet dat. Drake. Ik word een beetje bang voor die Dan. Die heeft natuurlijk veel meer banden als mij. En ik kom een beetje sneller dichterbij. Ja. Maar ik kan hem niet meer bijbenen, inderdaad. Ja. Oh, ze zit toch nog binnen het rondje van Showstopper, of niet? Weet ik veel. Ik rijd mijn eigen race, hè? Ja, dat zien we. Echt, jongen. Er komt een dag, ben ik jullie allemaal. Race ik gewoon in mijn eentje. Je hoeft mij niet te bennen, ik rijd hem zelf wel te pakken, geen probleem. Ja, maar ben ik bang dat ik dat ook doe. Dan win ik zelfs de race in mijn eentje niet. Ik ga hem gewoon lekker op AI laten staan dan. Ja, dat is wel waar. Dat zou kunnen. Maar die AI met kost helemaal niet zo heel hoog, toch? Nee, maar als je in je eentje rijdt. Je moet net op je stuur koelen. Dan iedereen een beetje aan het racen bent. Precies. Ik blijf nu ook. Ja. Oh, oh. Jezus, deze league is wel een league om geroost te worden, hoor. Ja, en nu kijk ik bij Carla. Ik kom door de helft. Ik stond meteen in de grind, dus... Ja, Josje Grimbak is niks bij jou. Is ook een beetje het portste door de grind, hè? Nee, per 9, wat bedoel je, visdik? Heet hij echt visdik? Ja. Met D zeker? Ja, je lijkt fish dicks in je mouth? Oh ja, ja. Oh, die South Park. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, of course I like fish dick, man! What the fuck is wrong with you? He doesn't get it. He doesn't get it. Gay fish. How does that make me a gay fish? Weer. Alf is doen. Alf, daar moet je stoppen, hè? Familie van Max, hè? Je ziet het gewoon. Ah, Alvin zei nog, ik heb dit seizoen geen warning gehad, maar ik zie toch als ik hier kijk, lap 1, collision with Sido, warning. Oh! Oh, leugentje! Je kan zo bij D66! Ik heb geen collision gehad. Ben je de opvolger van Marijn? Ik zou Alvin wel graag eens opvolger van Kaag willen zien. Maar mag dat? Waarom niet? Hij is natuurlijk geen Nederlander, dus... Ja, is Kaag dat wel dan?
Hij is toch een keer genaturaliseerd? Dat weet ik ook niet. Pas wel, maar... Voor 2 jaar terug, toen hebben we hem een Nederlander gemaakt, dus... Oh ja, hij is genaturaliseerd, man! Dus hij is voor Oranje met het weken. Ja, dat was wel een ding. En hij moest in Alkmaar gewonen. Want Limburg wilde hij niet, toch? Daar had hij allemaal grappen over met draaideuren en zo. Daar had hij een hekel aan, inderdaad. Kun je die Limburg, grappelijke Limburgers in de draaideuren nog stemmen? Nee. Ja, hij is toch grappig. Ik ben wel benieuwd. Ik vond hem zelfs grappig. Ja, tuurlijk, hij was ook grappig. Ik wist wel, die grappen van Alphys. Doe maar gewoon aan het eind van de race of zo. Je altijd is een goede moed, hè? Hij rijdt tweede, alleen maar snelste rondes achter elkaar aangereikt. Dus, Colin, wat gebeurt er daar? Dat was een muurtje, maar nog geen schade, gelukkig. Ah, jammer. Raak je nou op een rechtstuk een muurtje? Ja. Waarom zeg je de hele tijd jammer, Blast? Alsof je nog de illusie hebt dat jij Dannen gaat inhalen. Nee, ik krijg punt als hij uitvalt. Sorry, dat heb ik je verkeerd begrepen. Denk al, waarom zeg je de hele tijd jammer? Toch wel pijnlijk zo bij Steven. Hij rijdt tegen de muur aan, maar dan komt hij alsnog binnen die DRS. Ja. Want, maar pak ik gewoon even een... Even een tactische zet, denk ik. Oh, ik schrik helemaal van mijn blauw. Oh jee. Uit, jongens. Een blauw schildje. Ja, dit kost me. Nee, dat kost mij. Nee. Kom op, jongens. Tot de dood, hè. Verdedig die plek. Oh. Of overwin die plek. Oh, pak hem terug! Alan, je moet snel, ze hebben geen DRS. Ah, ik heb geen DRS, ik kan niet. Ja, sitting duck ben je zo. Overzoom. Volle commitment aan deze bocht, hè. Kom op. Ik heb helemaal niks om mee te verdedigen, ik weet niet. De DRS gaat zo snel op met mij op deze baan. Deze baan is echt verschrikkelijk. Ik moet je eens. Ja, gewoon hier redden, ja, ik heb ook een... Ja, hij kwam in het grind, Smith, een stukje. Hey. Daar gaat hij, hè. Oh ja, goede exit. Oh. Die panden zijn zoveel beter, man. Ja, die van mij beginnen nu wel op te raken, hoor. Kijk, dat moet ik doen! Nee! Wat gaat er nu? Te veel commitment in die bocht. Ik probeer hem ervoor te houden, ja. Dan. Oh, reis door, jongen. Ja, jij hebt al 80 nieuwe banden erop gezet. Nee, ik heb ook maar 34% erop. Ja, nou dan, hou je bek dan. Kom op, banden, even gaan we die temperatuur even normaal doen nu. Ja. Heel gevaarlijk dit. Hij vindt het bizar vinden dat deze race zoveel crashes en spins hebben, maar 2 uitvallers. Ja. Dat is wel kut, anders had ik geen 9e gestaan. Dat je eruit Het is nu wel tijd voor die grappen. We hebben hem nodig. Nee. Laat mij even nog concentreren. Is dat moeilijk genoeg zo bij al die ogen? Ik zou je headset gewoon afzetten, dat is beter. Dat heb ik eens gedaan. Op Nederland was die plat. En was ik in gevecht met Tuxedo zeker, of was dat iemand anders? Nee, maar dat was nog met Cheetah en zo, toch? Ah. Nee, dat was nog iemand anders. Er was nog iemand bij. En ik reed tweede. En dat was echt, wat was het, 30 ronden op gele band tot het einde en het was echt nek aan nek iedere keer. Het was 2 seizoenen geleden, denk ik. Het zou best wel eens met mij geweest kunnen zijn. Ik
weet ik niet meer goed. Ik ben niet verbaasd als je ziet. We hebben toch alleen voor seizoen deze gereden? Deze ging op Nederland. Ja. Oh, sorry. Ik was toen de eerste keer in Nederland. Ja, dat was vorig seizoen. Ja, nee, we hebben met Mies gereden. Hij was niet voor punten, maar we hebben een friendly gereden toen. Toen reed ik mee, die keer. Ja, dat is toen hij net uitkwam inderdaad. Ja, dat hij net uit was, toen reed ik een keer Zandvoort. Oh, jij was een van de eerste races. Ja, maar dat was inderdaad gewoon een friendly. Maar dat was een hele vette race, dat was 20 man. Dat weet ik niet meer. En dan ging in die kombocht ging ik boven langs in de eerste ronde, want er lag zoveel snelheid toen. Netjes showstopper. Maar wanneer is Miami dan, als ze dan een andere race doen? Dat is over twee weken. Ja. Wat, over twee weken al? Is Miami. Ja, Miami. Oh, wauw. Okay, dan kunnen wij in principe China doen. Ja, je kan hem ook omruilen met gewoon Amerika, want die krijg je later ook nog. Nee, maar is Miami niet heel laat? Ja, s'avonds, 8 uur of zo. Ja, precies. Ja, vanuit de grens rijden. Ja, maar we rijden wel. Maar dan gewoon eerder op maandag. We deden een keer ook op maandag, toch? Oh jongens, ik weet niet meer wat ik zag. Toch? Maar ik heb even een hart aanval. Die tellen niet, Niels. Maar met Jedi, ja, toen was er ene Koos, die was zijn game moet zien. Raymondo, dat kan ik je ook wel vertellen. Dat zeg ik al 5 keer. Ja, maar wel mooi toen met Jerry dat gewoon iedereen gefinished was. Dat was wel knap gereden. Ja. Sterk. Vraag me af hoe ik een smash die muur. Het gebeurde hier. Wat vinden in de laatste ronde. Dat kan helemaal niet eens, joh. Oké, ik dacht dat je het had gezien. Ah, dan een nieuw voorbij, toch? Gemist. Ja, maar een heel poot voor mij. Ik kwam er in het. Dat was toen, ja. Ja, ah, ik hoef niks te doen, jongens. Ik blijf hier gewoon rustig. Nee, je bent een racer of je bent het niet, hè, Niels? Ja, ik ben een racer die gecalculeerd heeft, inderdaad, dat klopt. Ik bedoel, dat is toch simpel? Oké. Thanks. Thanks, Raymondo, dat je het snapt. Oh, dat gaat Danne nu wel weer een beetje te traag voor mij in de live, want... Ander recht. Ja, dan die gaat even ERS sparen. Die denkt van ik ga straks nog even 3 seconden wegrijden, denkt hij. Yes, dankjewel Raymondo. Ik zag het echt alweer dat ik voor de 8e keer eraf werd gereden. Front is 13.2 seconds. Wat gebeurt daar dan? Sommige bochten wel, Leitoe, maar niet deze. Nee, niet dan. Ja, ik denk dat hij iets te vroeg remde, dat hij dacht van, oh, dit was wel erg. Ja, dat was wel erg vroeg, ja. Nou, hij was gewoon even de banden aan het afkoelen in het gras. Weet je hoe ik dat noem? Een breekje. Ongelooflijk, haal hem uit de race. Ja, je kan er ook wel voorbij op rechts steken, maar doe je ook niet. Nee, maar ik kan er gewoon achter blijven rijden, dat is wat ik kan. Kom maar. Ik heb de banden niet meer. Kom, ja. Nu, harder, sneller. Kom, harder, oké. Okay. Dat is mijn teamgenootje, jongen, dat is normaal. Team bonding. Precies. Anale penetratie, dat is gewoon normaal. Dat moet kunnen. Ik kom nog 22. Oh nee, ik speel vaak genoeg Assetto Corsa live of online Retrocon en daar gebeuren inderdaad ook al de meest lauwe dingen. Daarom, ik hou niet van open lobby's. Zoals wij zijn eigenlijk ook een soort open lobby's. Ja, eigenlijk wel. Limburgers zijn welkom. Oh, nee, daar gaat hij! Nee. Nou! Nee! Nee, joh, Niels. Ook kleding, of niet? Hard over die curbs in, hè?
Als je er langs was gegaan, Niels, was niks aan de hand geweest. Ja, maar ik kon er ook niet echt lang, want ik had ook niet veel ERS, dus ik kon ook niet echt. Ja, ik had er wel, ja, of ik had het wel kunnen doen, maar ja, of het daar veel beter was van was geworden, weet ik ook niet. Fouten maak ik toch wel. Yeah. Ja. Die bandjes die zijn ook niet meer hier van net. Ja, ik heb zo, die voor mij zijn echt al. Ja, achter is al best wel veel. Dit is Sido. Komt Sido ineens. Zit die top 10? Ja. Ja, zeker. Oké. Okay. Op de mediums, hè? Ja. Mijn banden zijn echt niks meer, jongens. Sido. Oei. Ah, wel een extra puntje. Oh, maar wordt dit de safety car dan? Oh, opnieuw! Laatste pas. Sorry, ik dacht ik speculeer. Dat is geen extra puntje van Sido. Die muur, dat scheelde ook echt maar een centimeter of zo. Oh, dit was ook niet best, hè. Het geluk dat hij hem reset dan, anders was het einde geweest. Ik was helemaal niet opletten welke ronde we zaten. Godver, ik was aan het speculeren. Ik dacht, ah fuck, we gaan het gewoon doen. Stop. Wat heb je gedaan? Nieuws. Hij heeft een onnodige pits opgemaakt. Ben de pits ingereden waar het echt... Voor rode bandjes of wat? ...nodig was. Ja, rode bandjes. Ah, oké. Okay. Dus dan kan ik nog wel... Dan kan ik nog wel even... Ja, maar het ene plekje dat staat punten minder dan die extra plek natuurlijk. Snelste ronde. Ja, nee zeker, maar... Hij had gewoon dat een 70 kwam. Hé, puntje! Woe! Oh shit, hij heeft de punt van Sido afgepakt! Ja. Ah, oh, Limburg is onder elkaar, jongen, niet te vertrouwen. Nou, het is de snelste laptop ook niet dan, gewoon jongens. Nee, ik bedoelde ook op dat punt eigenlijk. Maar het zijn twee inderdaad, ja. Ja. Blue flag, blijf. Nee, kom maar. Ik wil echt dat geklipt streamt. Is het nog erg spannend? Nee. Nee. Gefeliciteerd, showstopper. Kiep man. En show. Lekker showstopper. Thanks. Ja. Zo, had de problemen gebleven. Weg hoor. Ah, dat scheelt ook. Zuur! Alvis, toen je net uit de pit was, was ik wel even nerveus. Je ging zo snel opeens. Ja, ik ben er daardoor gestopt, Retrocom. Ik dacht dat jij gewoon meteen zou reageren. Zo stoppen. Het is echt krankzinnig dat we maar 3 DNF'jes hebben. Dat is wel echt heel bijzonder.